ESC-seizoen van 2013 staat te beginnen hier in Italië. Misschien wel een van de meest bekendste, legendarische circuits ter wereld, namelijk Autodromo Internazionale di Monza. We hebben de teampresentatie gehad in Turijn en er is heel wat veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. De grootste verandering ten opzichte van vorig jaar is dat het fabrieksteam van Chevrolet er niet meer bij is, maar wel het team wat het vorig jaar runde, dat is RML. En die rijden dit jaar weer met, naar mijn inziens, de man to beat, Ivan Müller. Maar wel als fabrieksteam hebben we dit jaar Honda met Gabriele Tarquini en Thiago Montero. En vrij opvallend, geswitcht van BMW naar Honda, Norbert Mislits. En het tweede fabrieksteam in het WTCC, dat is namelijk Lada met James Thompson en Dudu Kalo. En de huidige wereldkampioen Robert Huff, geswitcht van team naar Munich Motorsport. En voor mijzelf ben ik weer in de Royal Motorsport BMW 320 TC. Maar één ding is er nieuw voor mij, dat is namelijk, ik heb een nieuw teamgenootje, Daryl Young. We hebben nu geen vrije training gehad en normaal gesproken neem ik natuurlijk altijd een rondje mee in mijn raceauto. Maar gaan we toch doen, want we hebben namelijk speciaal voor jullie een rondje van vorig jaar tijdens de race. Daar gaan we dan, de eerste ronde in de limiter, op de handrem. Hoppa, en dan die heerlijke start van de BMW door de achterwielaandrijving. Dus die start ook erg sterk, op naar de eerste bocht. Chicaan naar eerste versnelling. Hard aanremmen, de lichten ietsjes opschijnen, dus terugschakelen. En uit accelereren. Gaan we door naar de tweede chicaan. Alles vol gas. In een hele lichte rechterbocht. Kortste weg kiezen. Mooi in de slipstream van Mislits. Remmen onder de brug. Pang! En dan gaat hij terug naar zijn tweede versnelling. Eerste curb die pak je. Tweede normaal gesproken overslaan. Heel zachtjes eroverheen. Op naar drie. Naar Lesmo 1. Vroeg insturen. Mooi aan de binnenkant. Oh, lichte overstuur. Je ziet ook dat er wat vuiligheid lag. Die kruip licht naar de bumper toe van Mislits. Belangrijke bocht. Lesmo 2. Oeps, iets te ver naar buiten. Verlies ik een heel klein beetje snelheid. Maar belangrijk op dit circuit, slipstreamen. Dus dat je de zuiging gebruik maakt. Iets minder weerstand. En dat is waarom je er nu naartoe kruipt. Kijk maar. Moeilijk gedeelte. Ascari. Flink over de binnenkant. Eerste gedeelte. Tweede gedeelte ook. Oeps. Beetje onbalans. Oeps, op de curb. Verlies ik ook wat snelheid. Je ziet dat Mislits wegloopt. Beetje springen bij het uitkomen. Maar dankzij die slipstream kruip je er altijd weer naartoe naar die allerbelangrijke bocht. Parabolica. Een hele lange doordraaien rechtsaf. Derde versnelling. Vroeg opschakelen. Naar vier. Iets te hard erin, ietsjes mooi langs de binnenkant, vroeg vol gas. En weer gebruik maken van die slipstream, want dat is belangrijk hier op Monza. Veel topsnelheid. En dit was dan de eerste ronde in Monza.